Ik heb vaak genoeg meegemaakt dat ik sta op de set met mijn camera in mijn handen en het is heel erg druk. En we hebben allemaal pottenkijkers die in mijn nek lopen te hijgen. Die willen meekijken op mijn mini schermpje wat ik nou eigenlijk aan het filmen ben. En daar hebben we natuurlijk wel een oplossing voor. Ik wil het met jullie hebben over de Holyland Mars 300 Pro. Dit is een wireless video transmission systeem. En wat het eigenlijk doet is dat hij wireless, draadloos, signaal stuurt vanaf je camera naar een externe monitor. Of drie verschillende telefoons of één tablet. Dat is het handige hieraan. Waar wij hem eigenlijk voor inzetten op de set is om ervoor te zorgen dat we de signaal uitsturen naar een grote monitor. Zodat iedereen die op de set staat mee kan kijken. Denk aan een stylist die kijkt of de persoon in kwestie of er geen kreukels in de kleding zit. Laten we zeggen dat een choreograaf aanwezig is die wilt kijken naar de positionering van de mensen. Hoe staan ze? Ook een director vindt het super chill en super prettig om zo mee te kunnen kijken. En het gevoel echt mee te kunnen krijgen. Goed, de Mars 300 Pro. Dat zijn deze. Ze zijn niet heel erg groot. Ze komen in twee verschillende varianten. Deze komt zonder antenne en je hebt ook een variant die met antenne komt. Het grote verschil is het bereik daarvan. Deze doet het toch verrassend goed. Geen antennes, maar haalt wel 90 tot 120 meter. In 1080 op 60p. Voor ons is het meestal wel goed te doen, want we hebben de afstand meestal niet nodig. Het fijne van geen uitstekende deeltjes of antennes hierop hebben, betekent dat je gimbal niet uit balans raakt. Dat is super chill en daarbij is het super compact. Qua voeding kun je deze voeden door de NPF batterijtjes van Sony en wordt hij ook nog gevoed door een USB-C. Dan kun je bijvoorbeeld van een D-Tap stroom pakken of een powerbank. Op de ontvanger heb je twee HDMI's uit. Dat is handig, want dan kun je één signaal doorsturen naar een groot scherm en een ander signaal bij wijze van spreken doorsturen naar een directorscherm. Op de zender heb je een HDMI in en een HDMI loop-out. En dat is natuurlijk super handig als je een loop-out hebt. Als je opneemt op bij wijze van spreken een externe recorder, kun je ervoor zorgen dat je en beeld hebt op je externe recorder die op je kamer staat en ook nog eens signaal uitstuurt naar de ontvanger. Bouwkwaliteit, lekker licht, maar wel een metalen behuizing. En ze zijn beide voorzien van een 1/4 schroefaansluiting. Die kun je dus makkelijk bevestigen met een magic arm of een cold shoe. Hij is super makkelijk in gebruik. Je doet de batterij erin, je doet hem aan en ze zijn gelijk geconnect. En mocht het zijn dat je van andere kanalen gebruik wilt maken, is dat ook mogelijk natuurlijk. Deze zijn ook voorzien van een handig OLED schermpje die je de status weergeeft. Zo zie je hoeveel batterij je nog hebt en of je geconnect bent en op welke kanaal je geconnect bent. We hebben hem nu al voor een langere poos kunnen inzetten op verschillende producties en hebben er fijne ervaringen mee. Prijstechnisch is de Holyland Mars 300 Pro vriendelijk voor je portemonnee. Er zijn zoveel verschillende brands die voor zoveel meer budget hetzelfde eigenlijk aanbieden. En in ons werk en op de manier hoe wij te werk gaan, is het een no-brainer. Voor ons hoeft het niet te veel te kosten. Als hij doet wat hij moet doen en we erop kunnen rekenen, is dat voor ons natuurlijk een goede keus. Voor wie is de Holyland Mars 300 Pro? Het is voor de beginner, maar ook voor de pro. Beginner, waarom zeg ik dat? Omdat het niet al te prijzig is en dan kun je makkelijk instappen en kennis leren maken met draadloos HDMI signaal versturen. En voor de pro's is het natuurlijk een no-brainer. Heel vaak huren we voor de producties natuurlijk de duurdere varianten, maar wat nou als je hem zelf kunt aanschaffen voor niet al te veel geld? We zijn weer aangekomen bij het einde. Ik hoop dat jullie wat hebben kunnen leren. Mochten jullie nog vragen hebben, laat het ons ook even weten in de comments. Want nu weet iedereen tenminste waar een wireless HDMI transmitter voor wordt ingezet en welke wij op onze set gebruiken. Ik zie jullie de volgende keer.